Zo, goedemiddag. Welkom bij de tweede webinar over after sales rendement. Het is de tweede keer en ik vind het superleuk dat jullie er weer zijn. We zouden starten om 16:45, nou dat is het. En leuk om het weer voor jullie te doen. En dit webinar dat gaat over after sales rendement en heeft als onderwerp efficiënter werken. Daar hebben we ook al een keer een artikel aan gewijd. We are too busy to improve. En als je efficiënter werkt, dan maak je uiteindelijk minder kosten en ga je meer omzet. Ik denk dat dat een mooi streven is voor ons allemaal binnen Automotive. Nou, welkom, welkom, welkom. Beetje onbeleefd, maar ik wil toch beginnen voor degenen die webinar 1 hebben gemist, om onszelf eventjes voor te stellen. Ik doe het namelijk niet alleen, ik doe het samen met John. John is de meneer met de bril, ik ben de meneer met haar, maar dat hadden jullie al gezien. En John zit vandaag, net als vorige keer, achter de knoppen en gaat me onder andere helpen met weer een filmpje. Maar ik denk dat het goed is, en voor sommigen zal het een herhaling zijn, om toch nog een keer aan te geven waarom nou een serie van webinars, maar ook artikelen op LinkedIn, over after sales rendement. Ik ga er snel doorheen hoor, dus vertrouw me maar. Het rendement van de totale automobielsector staat onder druk. Nou, dat mag geen nieuws zijn en dat weten we eigenlijk allemaal. Maar wat we ook zien is dat die bijdrage van after sales steeds minder wordt. En dat is toch eigenlijk een beetje zoals wij dat noemen de kurk waar het om draait, ja, waar eigenlijk het autobedrijf op draait. Moeten we ons dan zorgen maken? Nou, wij denken van niet. Maar tegelijkertijd zeggen we wel, het is tijd voor verandering. En dat heb ik eigenlijk geprobeerd weer te geven in het eerste webinar. Waarin we hebben gezegd, en ik ga een paar slides herhalen daarvan, waarin we hebben gezegd van, nou, die after sales kurk brokkelt af. Maar waarom? Hoe komt dat dan eigenlijk? Nou, we hebben gezegd, het is een gebrek aan focus. Toen heb ik een aantal ontwikkelingen genoemd die er ook aan bijdragen. Langere onderhoudsintervallen, betere kwaliteit. Kleinere auto's die ook minder kilometers rijden. De elektrificering van het wagenpark is natuurlijk een hele duidelijke. Meerdere soorten van vervoer. We kunnen ook eens een keer de elektrische fiets pakken of een ander vervoermiddel. En tot slot, auto's worden slimmer, waardoor er minder aanrijdingen zijn. In ieder geval 6 ontwikkelingen, waardoor een auto minder bij ons in de werkplaats komt. En aan die ontwikkelingen kunnen we helemaal niks doen. Dat hebben we toen ook gesteld. Maar aan die eerste, die gebrek aan focus, die diepgaande kennis, wel. En dat was voor ons eigenlijk de aanleiding om die artikelen te schrijven en deze webinars te doen. Dus voor de komende periode, dat zal je ook terugzien in de artikelen en ook de artikelen die er weer aan gaan komen, is onze focus A, after sales belangrijk maken, B, sturen op KPI's, C, zorg voor de mens. En terwijl ik dit zeg, denk ik eigenlijk dat die mens bovenaan moeten staan, want zonder onze medewerkers redden we het niet. Zorg nou dat we objectieve planningsregels hanteren. Vooral niet harder werken, maar slimmer. En dat vinden we heel lastig binnen Automotive, want dat is ook een beetje dat is ook het onderwerp van vandaag. En tot slot de nadruk op sales in het woordje after sales. Echt meer verkopen. Ik heb toen een voorbeeld van de McDonald's. Ik bestel een frietje, wat wil je erbij drinken? Er wordt dus nog iets aangeboden. En even later wil je dat frietje upsize, groter maken. Maar dat doen wij binnen after sales, binnen autobedrijf eigenlijk nooit. En toen heb ik afgesloten met, ja, wat kunnen we hier nou mee? Met zo'n website, met al die theorie die we over jullie uitstorten. Nou, dan hebben we gezegd, dat is de Dekker-theorie. Daar zal ik vandaag ook mee eindigen. Nou, wat kan je nou morgen gewoon doen? Dan hebben we het gehad over het kubisme. Dat waren die 3 assen waarlangs je je after sales potentieel verder kan optimaliseren. Het aantal klanten, hoe lang ze klant blijven en wat ze bij je besteden. Dat waren die 3 assen. Ik heb ook gezegd, je kan ook morgen meteen als de wekker gaat naar de uren kijken. Wat gebeurt er in mijn werkplaats? Netto uren beschikbaarheid, de beschikbaarheid van je netto uren versus wat is er gefactureerd. Maar je kan ook gewoon beginnen met kijken naar het klokgedrag. Wordt er wel uniform op dezelfde manier binnen mijn werkplaats, binnen mijn bedrijf geklokt? Nou, dit in een notendop eigenlijk waar we het vorige keer 2 weken geleden over gehad hebben. Dus nu kunnen we starten met eigenlijk het webinar van vandaag. En ik heb het net al verklapt, hè? Efficiënter werken, minder kosten en meer omzet. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi doel voor vandaag. En ik hoop dat ik jullie aan het eind van de sessie een aantal handvatten heb gegeven, waardoor je in onze berekening 46.000 euro meer kan omzetten en 10.000 euro bijna
minder kosten hebt. Dus nou, als dat lukt aan het eind van dit drie kwartier, dan ben ik blij. En ik denk jullie ook. Voordat we daar verder op ingaan, neem ik jullie wel eventjes terug mee een stukje de theorie in. Want als we het hebben over efficiënte werken, dan wil ik u eigenlijk meenemen naar de productielijnen van Toyota. Want dat is toch waar het eigenlijk het lean denken, het efficiënte werken eigenlijk allemaal is begonnen. En dan moeten we verder terug naar de jaren 40 en 50. Dat is echt de start eigenlijk van Toyota. En op dat moment werkte Taichi Ono in de Toyota-fabrieken en hij was verantwoordelijk voor de productielijnen. Hij werkte al eerder bij de familie Toyota, toen nog met de weefgetouw. En hij werd in 1943 werd hij verantwoordelijk voor die productieplant van Toyota in Japan. En Toyota wilde sneller produceren dan de concurrentie, efficiënter produceren dan de concurrentie, maar ook foutlozer. Ze waren over gaan kijken en dit hadden ze gezien en ze wilden het beter doen dan de rest. En Taichi Ono die heeft toen eigenlijk de bodem gelegd, de basis gelegd voor het lean denken, maar ook voor de zeven verspillingen. De zeven verspillingen die we vandaag de dag nog steeds hanteren. Inmiddels zijn het er 8 geworden. En die verspillingen die ga ik vandaag gebruiken als rode draad door deze presentatie. En welke verspillingen hebben we het dan over? Nou, ik ga er straks dieper op in, ik noem ze alleen nu eventjes op. Het hebben van voorraad, dat is natuurlijk een soort van verspilling. Wachten, een hele belangrijke. Fouten en het herstellen van fouten. Overproductie, er ergens te veel van maken. Overbewerking, ergens te lang aan werken, te veel werken. Transport, beweging en het niet gebruiken van talent. Dat zijn de 8 verspillingen waar we het over gaan hebben. En dan is mijn vraag eigenlijk aan jullie, van hoe kijken we nou naar deze verspilling in onze after sales proces? Als we kijken tussen de samenwerking, tussen werkplaats en receptie, hoe kijken we naar die processen? Zien we daadwerkelijk wat er gebeurt? Als we kijken naar de processen in het magazijn en hoe het magazijn samenwerkt met de receptie en met de werkplaats. Hoe gaan die processen? Kijken we echt en zien we wat er op de vloer gebeurt? Doen we die stap naar achter om uiteindelijk die 2 stappen vooruit te doen, waar we het vorige keer ook over hebben gehad? Of kijken we stiekem door die roze bril en denken dat het allemaal wel goed is zo. We gaan toch al jaren zo? We doen het al 100 jaar zo. Ik hoor de klant niet klagen, de monteurs niet klagen. Het gaat goed zoals het gaat. En ik wil jullie uitdagen om net iets verder te kijken dan dat. En echt daadwerkelijk te zien wat er gebeurt. Ik heb daar een leuk filmpje over en John neemt hem nu over. Somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Zo, daar ben ik weer. Ik moet altijd wel lachen om dit filmpje. Ik pak meteen mijn presentatie er weer eventjes bij. Zodat we zo... Ja, ik wil ze lachen om dit filmpje.
21 veranderingen en nog steeds, ik heb hem denk ik wat vaker gezien dan jullie, en misschien hebben jullie hem ook vaker gezien, maar dat kan ook goed. Maar nog steeds heb ik ze echt alle 21 niet gezien. Dus dat is precies wat ik zeg. Ik kijk wel, maar zie ik het ook. Met andere woorden, kijken is niet hetzelfde als zien. En we willen voorstellen, we willen vragen om echt naar je werkplaats te kijken, maar daadwerkelijk ook te zien wat er gebeurt. En ik heb zelf twee jongens van 10 en 9. En dan blijkt dat horen ook niet hetzelfde is als luisteren. Dan vraag ik ze wat, bijvoorbeeld doe je riem om in de auto. En doen ze niet. Dan hoor je me wel, ja pap, ik heb je wel gehoord, maar ze luisteren niet. Dus dat is eigenlijk hetzelfde. Ja, dus kijken is niet gelijk aan zien. Ik wil jullie uitdagen om wel naar je werkplaats te kijken, naar de aftersalesproces te kijken en daadwerkelijk te zien wat er gebeurt. Dus die stap terug te doen. En dat wil ik eigenlijk, ik wil jullie er eigenlijk een beetje mee helpen aan de hand van die 8 verspillingen. Ik wil ze met jullie doornemen, gerelateerd aan de werkplaats. En uiteindelijk wil ik met een drietal verspillingen wat dieper inzoomen. Zodat we daar wat dieper naar kunnen gaan kijken, wat meer van kunnen zien. En die eerste waar ik het met jullie over wil hebben, is de voorraad. Ja, een voorraad is eigenlijk niks anders dan objecten die stil liggen, objecten die niet worden gebruikt, objecten die dus geld kosten. En de vraag die je heden vandaag kan stellen is, hebben we überhaupt nog voorraad nodig? Hebben we nog een magazijn nodig? De gemiddelde onderdelenleverancier, die rijdt 4 keer, 5 keer per dag rond, minimaal. En ook heel veel dealerholdings, die zie je, dat zij nu gaan bezig zijn met het ontwikkelen van een centraal magazijn. En vanuit dat centrale magazijn worden de diverse filialen worden die bediend. Dus die filialen hebben geen magazijn meer. De filialen hebben geen magazijn meer, maar de hoofdvestiging heeft een magazijn. Dus je kan je afvragen, hebben we nog voorraad, hebben we nog een magazijn nodig? Natuurlijk heb je wat nodig, bijvoorbeeld die grijpvoorraad. Maar je kan ook kritisch kijken naar die grijpvoorraad. Waar ligt de grijpvoorraad? Achteraan in het magazijn, vooraan. Waarom nog in het magazijn? Waarom niet op een centraal punt in de werkplaats? Dat zijn vragen die je kan stellen als je het hebt over voorraad. En als je het hebt over kritisch kijken en zien van wat er daadwerkelijk gebeurt. De volgende verspilling, dat is een verspilling waar ik later wat dieper op inga, is wachten. En wachten is echt een hele grote rendementsvreter. Ik noem hem eigenlijk soms ook wel eens een sluipmoordenaar. Want we zijn er zo aan gewend dat het heel ongemerkt en heel onbewust gebeurt. En we kennen allemaal het spreekwoord, een dag niet gelachen is, een dag niet geleefd. En ik wil hem eigenlijk vertalen naar de werkplaats. Een minuut gewacht is een minuut niet gesleuteld. En elke minuut die ik wacht, sleutel ik niet, verlies ik omzet. Dus het wachten is een hele waardevolle of een hele kansrijk item. Als we dat kunnen indammen om extra omzet te genereren. Want waar wachten we op? We wachten op zoveel dingen in de werkplaats. De klant, de werkorder, je ziet ze hier links staan. De toestemming, de onderdelen, informatie. Overal wachten we op. Ik ga hier straks wat dieper op in, want dit is echt een hele mooie om met heel veel potentieel om meer omzet te genereren. Fouten is de derde verspilling waar we het over gaan hebben. Daar ga ik straks ook dieper op in. En dan niet zozeer het maken van fouten, maar wel het voorkomen van fouten. Want het doen van herhalingsreparaties, ja, dat kost heel veel geld. En als ik dan vraag aan zo'n dealerbedrijf, ja, hoe komt het dan van een monteur? Ja, ik had er niet genoeg tijd voor. En dat snap ik niet zo goed, want ik heb dat vorige keer ook gezegd. Ja, je hebt dus nooit tijd om het in 1 keer goed te doen, maar kennelijk wel tijd om het in 2 keer te doen. Ja, dus daar kunnen we ook een hoop winst behalen. Want die herhalingsreparaties, die komen altijd tussendoor. Die zijn dus heel erg verstorend. Ze zijn echt heel erg kostbaar. We zullen het zo zien. En het kent diverse oorzaken. Maar het leuke van de oorzaken is dat er wel wat aan te doen is. Het overkomt ons niet. We kunnen er echt wat aan doen. Nou, de volgende verspilling, dat is volgens mij de vierde inmiddels. Dat is overproductie. En die komt gelukkig in een autobedrijf in de werkplaats weinig voor. Want wat zijn we in de werkplaats? Zijn we eigenlijk gewoon een urenfabriek. En uren kunnen we niet op voorraad leggen in het magazijn. Die kunnen we niet stapelen. Zoals die pizzabakker die wel te veel voorraad kan maken. En die kunnen uiteindelijk worden weggegooid. Nou, wij zijn een urenfabriek, dus die overproductie die komt niet zoveel voor. Wat bij ons wel voorkomt, is overbewerking. En overbewerking is eigenlijk te veel doen. Dus eigenlijk meer leveren dan de klant vraagt.
of waarvoor die wil betalen. En daar is iets wat, er is wat raars mee aan de hand, want het kan een keuze zijn om te veel te doen, om meer te doen dan de klant vraagt. We hebben het allemaal vandaag gedacht erover, sorry, dat je de verwachtingen van de klant moet overtreffen. Dus je kan echt serieus elke beurt, elke keer wanneer een auto bij een werkplaats komt, zeggen we gaan hem uitzuigen en wassen. En soms kan het niet uit, soms kan het wel uit. Maar als je dat doet, dan doe je dus meer dan de klant eigenlijk voor betaalt. Maar dat kan een keuze zijn. En als het een keuze is, dan moet je wel zorgen dat iedereen het binnen het autobedrijf doet. Of in de werkplaats doet. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld, als wij de remmen controleren, halen we altijd de wielen eraf. Dat kan, dat hoeft niet altijd. Maar als we dat met elkaar, als we dat doen, dan moeten we het allemaal doen. Allemaal moeten we de wielen afhalen, dat het wel een uniform verhaal is. Dus overbewerking is goed, mits het een keuze is, we het met z'n allen doen. Dus we kunnen ook gewoon met de monteur samen gaan zitten van wat gaan we doen? Hoe gaan we dit tackelen? Gaan we ze allemaal wassen? Gaan we ze allemaal zuigen? Of halen we alle wielen af bij de remmencontrole? Dat is overbewerking. De volgende is transport. En transport, dan hebben we het over de verplaatsing van objecten. Niet van mens, maar van objecten. Ja, waar moeten we dan aan denken? Ja, dat is eigenlijk niet te voorkomen binnen een autobedrijf. Maar wat wij transporteren binnen een autobedrijf, dat zijn eigenlijk, als je kijkt naar de aftersales, dat de werkorders. De onderdelen en de auto's van klanten. En die werkorders, het is echt, die worden van hot naar her gestuurd in het bedrijf. Die zien we echt overal liggen. En het is zonde, want daardoor gaat er ook, ontstaat er ruis, werkorders raken zoek. En als we dit nou kunnen beperken, dat die werkorders van hot naar her gaan, dan kunnen we daar winst op behalen. Hetzelfde geldt voor de onderdelen. Onderdelen komen binnen in de nachtlevering, dan gaan ze naar het magazijn. Is dat een handige route? Van het magazijn gaan ze naar de pre-poolbakken, van de pre-poolbakken gaan ze naar de monteurs, van de monteurs gaan ze naar de brug. Is dat efficiënt? Doe die stap terug en kijk wat we daar aan kunnen doen. En dan heeft die monteur de beurt uitgevoerd en vier banden vervangen. Ja, waar gaan die vier banden dan op zijn beurt weer naartoe? Waar staat die bak, die bandenbak? Staat die ergens buiten? Is het verloop of staat die binnen? De oud-ijzerbak, waar staat die? Dus het is goed om te kijken hoe is dat onderdelenproces naar je toe. Maar als ik dan onderdelen vervangen heb, hoe gaat dat dan weer weg? En is dat slim? Nou, de laatste is het ophalen of eigenlijk van de auto's die waar gewerkt moet worden in de werkplaats. Waar staat die auto? Ik krijg de werkorder van de chef werkplaats, ik ga naar buiten en waar staat die auto? Als ik hem meteen zie is het mooi, maar vaak moet ik zoeken. Dus wat ons advies ook is, dan zorg voor een goede indeling van je parkeerterrein. Dus zorg voor goede vakken. Zorg dat ze genummerd zijn. Zorg voor goede afspraken wie waar parkeert. Met elkaar, maar ook met de klant. Dus kijk hoe je dat doet. En het is wel leuk, we hebben dat laatst voor een autobedrijf mogen doen. Toen hebben we Google Earth gebruikt. Zodat je echt van boven kan kijken naar dat autobedrijf. Toen zijn we tot hele andere inzichten gekomen. Dan krijg je zo'n mooi overzicht. Heel ander overzicht dan wanneer je daar werkelijk op de parkeerplaats staat. Dan kon je van boven zien wat handig is. Dus transport is een hele goede om naar te kijken. Daar zou ik een heel webinar over kunnen vullen. Nou, de volgende is beweging. En beweging gaat echt over de onnodige bewegingen van mensen. Wordt er veel gelopen? Wordt er te veel gelopen? Is het logisch wat je loopt? En hetzelfde geldt voor het uitvoeren van de beurt. Ik ga op beweging, ga ik zo direct ook langer in hoor. Wordt die beurt efficiënt uitgevoerd? Kan het anders? Hoe vaak gaat die brug heen en weer? Waar ligt zijn gereedschap? Etcetera. Neemt dus een kar mee. Dus beweging is ook een hele belangrijke. En tot slot, de achtste verspilling. Ja, dat is die van talent. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar betrek je mensen erbij. Bij alles wat je doet. Daag ze uit om mee te denken in oplossingen. Ze vinden het leuk. En op het moment dat er een oplossing is, zijn ze meer bereid om de aangedragen oplossing te gebruiken. Want ze hebben hem eerder zelf bedacht. Het komt ook uit hun koker. Dus talent is een hele mooie. En ja, misschien had ik daar net, wat ik net al zeg, mee moeten beginnen. Nou, ik zei al, ik ga focussen op drie verspillingen. Dat is wachten, fouten herstellen en beweging. En ik wil daar ook, om het wat voor jullie concreter te maken, wat bedragen aan gaan hangen. En als ik dat ga doen, bedragen aan gaan hangen, moet ik jullie wel meenemen in ja, waar komen die bedragen, hoe komen die bedragen tot stand. Nou, voor deze casus hebben we een autobedrijf gekozen met vier monteurs. En die hebben allemaal drie doorgangen per dag.
Dus 12 doorgangen per dag heeft het autobedrijf. Ze werken 200 dagen per jaar met een uurloon van 85 euro. Dus gaan de prestaties natuurlijk toezenden, dus dat je niet allemaal onthoudt, maar 85 euro. Daarnaast zeggen we dat de verhouding tussen loon en delen, dat is 1 staat tot 1. Dus ze werken een uur, dat is 85 euro arbeidsloon en 85 euro delen. En natuurlijk, die 85 euro is arbitrair. Dat is voor de ene is dat 65 en voor de andere is dat 105. Kan. Maar dit zijn de parameters waarmee we werken. Waarbij we ook nog een winstmarge rekenen van 35% op te delen. Oké, okay, dus 4 monteurs, 3 doorgangen, 200 werkbare dagen. Dat is even voor nu om te onthouden. Oké, okay, we gaan naar die eerste. We gaan eens kijken naar het wachten. En ik heb het net al gezegd, dat wachten, dat doen we zoveel. We wachten op de klant, de werkorde, de delen, de toestemming, het gedeeld gereedschap. Dat is een hele belangrijke in de praktijk blijft. We wachten ook op werk. De klant is er nog niet. We wachten op informatie. En ik kan 3 sheets hiervan volmaken. En wat zeggen wij nou? Wij zeggen dat je per doorgang, als je dit bij elkaar optelt, en we hebben, dit is gebaseerd op veel multimomentopnames die wij doen, dan stellen wij dat je 5 minuten kan winnen per doorgang. Je bent dus 5 minuten onnodig aan het wachten. Als je het goed inregelt, als je goed kijkt naar de processen, kan je 5 minuten per doorgang besparen. Nou, ik zei net dat er 3 doorgangen waren en 4 monteurs. Dus 3 keer 5 is 15, 4 monteurs is 60 minuten per dag. 200 werkbare dagen. Dat is dus 200 uur extra. Nou, en in die 200 uur heb ik extra opbrengsten en ik heb loon plus delen. Als je dan het sommetje maakt met de verhouding loon delen, met de marge, dan kom je uit op 23.000 euro. Als het me lukt om 5 minuten per beurt, per doorgang te winnen. En die loonkosten, dat is het mooie, die loonkosten zijn al betaald. Dus juist die loonkosten, dat is echt het surplus op. Dus deze, die wachten, dat is een hele goeie. En dan zeggen jullie van ja, dat kan Jaap wel makkelijk vertellen zo op donderdag namiddag. Ja, maar hoe dan? Hoe moet ik dat dan voorkomen, dat wachten? Nou, sommige tips zijn echt, die zijn niet heel spannend, laat ik het zo zeggen. Zorg voor een heldere tijdsafspraak. Nog steeds zien we, komt u maar brengen. Ja, komt u maar brengen, maar om 8 uur staat de monteur te wachten. Ja, dat heeft dus een heldere tijdsafspraak. Stuur een herinnering, een week van tevoren en een dag van tevoren. En zorg dat de receptie een half uurtje eerder open is dan dat de monteur begint. Zodat de klanten kunnen komen en de auto's er zijn, het werk er is wanneer de monteur er ook is. Dan de werkorde. De werkorde, die is heilig binnen een autobedrijf. Die moet goed voorbereid zijn. Hij moet extreem duidelijk zijn. Het moet precies kloppen wat erop staat. En hij moet commercieel voorbereid zijn. Want we weten al heel lang dat auto of merk Y bij kilometerstand X problemen heeft. Dus we kunnen daarop anticiperen, zodat de monteur op de dag zelf niet voor een verrassing komt te staan. Oh, we hadden niet gedacht dat de schokbrekers slecht zouden zijn. Nou, inmiddels weten we dat. Dus je kan ook commercieel je werkorde voorbereiden. En wat ook een hele belangrijke is zorg dat duidelijk is wat de status is van een werkorde. En daarvoor willen we eigenlijk teruggrijpen op een wat ouder beproefd systeem. Dat is het bakkensysteem. En we hebben dat laatst nog een keer bij een autobedrijf geïntroduceerd. En het werkt echt heel erg goed. Wat we hiermee willen zeggen is dat de locatie van de werkorder, en daarom mogen ze ook niet meer rondzwerven door het bedrijf, de locatie van de werkorder, die bepaalt de status van de werkorder. En wij zeggen dat je 4 bakken nodig zou moeten hebben. Die eerste bak, daar stoppen we de werkorders in van de auto's die aan zijn komen rijden. De klant is aan de balie geweest en heeft zich gemeld. Hé, we hebben een werkorder, daar kan aan gewerkt worden. Die kan dus, het werk kan verdeeld worden, binnengemeld. Let op, in deze bak stoppen we ook de werkorders waar inmiddels toestemming voor is. Ik heb als monteur 4 nieuwe banden geconstateerd. De receptionist heeft gebeld, toestemming gekregen. Dus dat is ook werk wat uitgevoerd kan worden. Die zetten we ook in een bak binnengemeld. Dit is het werk wat verdeeld kan worden in de werkplaats. Die tweede bak, ik heb die 4 banden geconstateerd bij auto X. Ik heb het met de chef overlegd. Ja, dat meerwerk, dat kunnen we doen. Dan zet de chef of ik, zet die werkorder in de bak meerwerk aanvraag. Dan weet de receptionist, moet zo snel mogelijk zorgen dat ik toestemming heb aangevraagd. Als hij die toestemming heeft aangevraagd, dan komt hij in de bak in behandeling.
Dat is voor de receptionist handig, voor de serveerplaats, maar ook voor de monteur. Ik zie hem daar staan, ik hoef dus niet te vragen van heb je al toestemming gevraagd of heb je al toestemming gekregen? Nee, het is in behandeling. Dus ik kan gewoon doorklussen. Ik hoef niet meer heen en weer te lopen naar de receptie of naar de chef. Het is in één oogopslag duidelijk. Hij is in behandeling. Ik moet wachten. Ik heb de aanvraag aangedaan bij de leasemaatschappij of ik heb de voorsprong van de klant gesproken. Ik weet het nog niet. Hij is wel in behandeling. En tot slot heb ik de bak werk klaar. Ik heb als monteur de eindcontrole gedaan. De chef heeft nog gecontroleerd. Hij is klaar. Hij staat in de bak. Werk klaar. De receptionist, de serviceadviseur kan hem factureren en de auto meegeven aan de klant. Is dit makkelijk te realiseren? Ja, eigenlijk wel. Het vergt wel een ijzeren discipline om het vol te houden, maar het geeft je zoveel overzicht. Je hebt maar vier plekken waar die werkorde kan zijn en je hebt in één oogopslag duidelijk waar jouw desbetreffende werkorde is. Hè? Of die op toestemming staat te wachten of dat je er al mee verder kan, etc. Dus het bakkensysteem is een hele belangrijke tip. Een andere tip heeft te maken met onderdelen. En dat is heel simpel. Zorg dat de onderdelen er zijn. En denk ook eens na over het volgende. Man to goods of goods to man. Daarmee bedoelen we, gaat de monteur naar de onderdelen toe? Met andere woorden, haalt hij het op in het magazijn? Of vinden we het dat de monteur sleutelt zo belangrijk dat iemand vanuit het magazijn de spullen naar de brug komt te brengen? Het is een hele leuke om dat met elkaar over te hebben. Van hoe gaan we dat doen? Hoe zorgen we dat die monteur meer kan sleutelen of in ieder geval efficiënter sleutelt? He, dus dat is wat betreft onderdelen. En welke we onderschatten is het gereedschap. Er wordt veel gereedschap door verschillende monteurs gebruikt. En dat betekent dat het gereedschap ook gaat zwerven door de werkplaats, maar ook dat het gewoon gebruikt wordt op het moment dat ik het nodig heb. Ja, dus inventariseer samen welk gedeeld gereedschap er is. Bekijk ook hoe lang we erop moeten wachten. Bepaal samen wat we dan aan kunnen schaffen financieel en wat we aan moeten schaffen. En bepaal samen ook waar het komt te liggen. En soms is dat ook veel eenvoudiger. Ik kom zo met een voorbeeld. En dan blijkt dat als we nou allemaal een vuilnisemmer hebben bij onze brug, dan winnen we gewoon meters per dag, loopmeters per dag. Oké, dus dit was de eerste, dus wachten levert ons ook meteen 23.000 euro als we dat goed aanpakken. De tweede waar ik met jullie op in wil zoomen, is het maken van fouten en dan met name ook het herstellen van die fouten. Het maken van fouten is niet zo moeilijk, maar het herstellen vaak wel. Het is een hele tijdrovende klus voor heel veel mensen binnen de aftersalesorganisatie. Het is procesondermijnend, want het moet namelijk overal tussendoor. De klant is boos, die komt terug, want het rammelt nog steeds. De serviceadviseur moet van zijn werk, zat net in een ingewikkelde garantieklus of factuur, of hij was een andere klant aan het helpen, die moet van zijn werk. Dan gaat die stampvoetend de werkplaats in naar de bepaalde monteur die het waarschijnlijk heeft, die het misschien heeft gedaan. Die moet van zijn betaalde klus af, auto van de auto van de klant op de brug. Moet misschien wat aan gebeuren, een nieuw onderdeel, et cetera. Het is heel erg ondermijnend en daarbij kostbaar. Dus ook het feit dat het zo verstorend werkt, is kostbaar. En deze vergeten we ook vaak. Het heeft een hele grote impact, en die vergeten we echt wel. Klanttevredenheid, of zoals we nu vaak bij veel importeurs, autobedrijven gebruiken, NPS, de loyaliteitsfactor, de Net Promoter Score. Dat heeft een grote impact op, want als ik wel betaald voor die beurt, voor die klacht, en het is niet opgelost, ja, dan heb je mij een hele kwaai. Nou, er zijn een hoop verschillende oorzaken die te grondslag kunnen liggen aan een herhaalreparatie, aan het maken van een fout. En de meest voorkomende is eigenlijk wel dat er een onduidelijke afspraak is met de klant. He, er is niet goed doorgevraagd, het is geen logische vraag wanneer dan koud, warm, met een bocht naar links of een bocht naar rechts. Dus een onduidelijke afspraak met de klant. En dan is er wel goed doorgevraagd, dan weten we wel precies wat er aan de hand is, maar nee, dan is het niet goed opgeschreven. En ik heb een leuk voorbeeld daarvan, GB. Nou, dit is dan kennelijk voor de monteur genoeg om te weten dat er een grote beurt uitgevoerd moet worden. Maar deze vind ik nog wat leuker, grote beurt zie je staan. En daaronder staat doen wat nodig is. Ja, maar wat voor mij nodig is, is voor jou niet nodig. Is voor John is het ook weer anders. Dus, dit is niet een goede omschrijving. Nou, wat we verder nog zien als oorzaak is dat er geen voorbereiding is. Of te weinig voorbereiding. Er is niet naar die werkorde gekeken. Er is dus veel miscommunicatie. En ook als we kijken naar de werkorde. Als de monteur er wat op schrijft of de receptionist schrijft er wat bij. Dan is dat vaak in een doktershandschrift. Slecht te lezen. En ik zei het net al, het is kostbaar. Wat kost nou
zo'n herhalingsbezoek. Die serviceadviseur zou net moet van zijn werk. Dan moet de monteur van zijn werk. Daardoor kan hij geen betaald werk doen. Wellicht moeten we een onderdeel gratis weggeven. En als het echt tegen zit, jongens, dan moeten we ook nog vervangende auto weggeven. Gemiddeld voor €200 per herhaalbezoek. En als ik dan, ik denk niet dat dat raar is. Als ik nou denk, nou, we hebben 4 monteurs in ons autobedrijf, hè, die in deze casus rondgaat. 4 monteurs. Stel dat ze elke maand 1 foutje maken. Nou, dat vind ik helemaal niet gek, vind ik ook helemaal niet veel. Ik maak er veel meer, ik maak misschien elke week wel een fout. Dan heb ik dus 4 monteurs die elke maand iets fout doen. Dus 4 keer 12 is 48 herhaalreparaties. Dus 48 keer 200. Levert op of kost €9.800. Dus als we daar onze focus op leggen, als we zorgen dat we dat beter gaan doen, dan kunnen we dit besparen. Nou, dat is een serieus bedrag. En als we daarmee dat wachten optellen die we net al hadden gescoord, 23.000, dan zijn we op de goede weg. Nou, ook hiervoor geldt, ja, maar hoe dan? De eerste is, zorg voor duidelijke regels. Zorg voor een script voor de serviceadviseur waarmee hij de klant echt kan doorzagen, zodat hij precies weet wat er aan de hand is, wanneer het zich voordoet. Dat is een hele belangrijke. De volgende is, zorg ten alle tijde dat je de werkorde goed voorbereidt. Dat je hem goed controleert. Zowel wat duidelijkheid betreft, maar ook wat commercieel betreft. En een beproefd instrument daarvoor is het driehoeksoverleg. Het driehoeksoverleg, 2 dagen van tevoren, ga je samen zitten met de serviceadviseur, met de chef werkplaats en met de magazijnman. En vragen die je dan stelt aan z'n drieën van, nou, oké, is die klacht helder omschreven? Chef, kan je hier mee? Ja. Zijn de onderdelen binnen? Ja. Kunnen we nu alvast meer werk vaststellen met deze auto, bij dit jaartal, bij dit model? Want als we dat op dit moment al kunnen doen, 2 dagen van tevoren, kunnen we anticiperen waarop de monteur straks niet hoeft te wachten. Daar kunnen we heel veel tijd mee besparen. Maar driehoeksoverleg kan je doen, hoeft niet. Wij raden het je zeker aan. Je kan ook het trechtermodel, zoals we het hebben genoemd, hanteren. En dat is eigenlijk dat iemand die trechterfunctie heeft tussen de receptie en de werkplaats. En daar vindt continu controle plaats van de werkorders. Enerzijds de werkorders die van de werkplaats, van de receptie naar de werkplaats gaan. En anderzijds de werkorders die teruggaan naar de receptie. Van de receptie naar de werkplaats is het duidelijk omschreven. Weten we wat de klacht is. Maar van de andere kant ook terug naar boven, naar de receptie, heeft die monteur alles opgeschreven. Die afgebroken schroef door corrosie, staat dat er ook op? Dat hij daardoor een half uur of langer heeft gewerkt? Of het sterretje in zijn voorruit, staat dat erop? Er is iemand die dat moet controleren. Dat kan de chef zijn, hoeft niet. Wat er dan wel moet gebeuren, is dat we bepaalde criteria moeten opstellen waar die werkorder aan moet voldoen. Dus dat kan je ook weer mooi met elkaar bespreken. Dus je kan zelfs een klant vragen om die controle te voeren, als we van tevoren maar de regels hebben bepaald. Oké. Okay. We weten nog, hè? 23 hadden we al en we hadden al bijna 10. En ik ga nu naar die derde verspilling, dat is beweging. En dan bedoelen we eigenlijk, kunnen we kritisch kijken en zien naar wat die monteur doet en hoe die zijn werk doet. Met andere woorden, wordt er efficiënt gewerkt? En als ik eerlijk ben, biedt het bedrijf überhaupt de mogelijkheid om efficiënt te werken? Nou, ik heb in een eerder stadium aangegeven dat wij vaak bij bedrijven een multimomentopname doen. En ook bij dit bedrijf, wat ik nou als voorbeeld ga nemen, zei de salesmanager, jongens, ik kom uren tekort in mijn werkplaats. Iedereen is de hele dag druk, maar ik zie niet waar het blijft. He, ik kan volgens mij beter productief zijn, meer productief, meer factureren dan wat ik nou doe. Nou, is goed, zeggen wij gaan wel meekijken met je. We hebben daar een aantal multimomentopnames gedaan. Ik wil jullie meenemen wat daar dan uitkomt. Hier zie je die werkplaats en ik moet ernaar toegeven, het is een grote dealer, was dit in dit geval, een groot autobedrijf, grote dealer, met 15-16 bruggen. En ik neem jullie mee in de loopbewegingen van een monteur die werkt op de vierde brug van rechts bovenaan. En dat doe ik aan de hand van rode pijlen. Nou, let op wat er gebeurt bij het uitvoeren van een beurt. Je ziet de rode pijl van links naar rechts, hij heeft de werkorde opgehaald bij de chef. Loopt naar buiten, naar rechts, om de auto van de klant te zoeken.
Vervolgens rijdt hij, dat is een zwarte pijl nu, naar zijn brug en zet de auto op de brug. Aan de overkant pakt hij die olieopvangbak. En dat doet hij heel efficiënt. Hij pakt hem, hij schroeft hem open, hij laat de olie eruit lopen. En ondertussen dat die olie eruit loopt, doet hij echt goed, loopt hij naar links, ik hoop dat jullie het zien, naar het magazijn om daar de onderdelen op te halen. Hij wil graag nog even overleggen met de receptie, want misschien is er toch nog even iets niet duidelijk op de werkorde. Hoe zou dat nou kunnen? Dus hij loopt naar de receptie. Vervolgens haalt hij aan de overkant diagnoseapparatuur op. Ja, dat is een gemeenschappelijk stuk gereedschap, maar een collega van hem is daarmee bezig, dus hij moet daar naartoe. Hij wacht daarop en loopt ook weer terug. Je moet je voorstellen dat al die rode lijnen, dat is heen en weer, hè? Want als hij naar het magazijn loopt, ja, hij moet ook een keer terug. Dat zijn eigenlijk allemaal dubbele lijnen. Oké, dus hij haalt aan de overkant die diagnoseapparatuur op, loopt terug en gaat op zoek naar de momentsleutel. Die zou daar moeten liggen, linksbovenaan, klein lijntje. Nou, daar ligt hij niet. Nee, want die monteur daar, die heeft hem. Zij moet weer opnieuw lopen. Nou, hij is met die beurt bezig. Hij haalt daar rechts. Haalt hij die blauwe papieren doeken om de voorraad schoon te maken. Maar hij heeft te weinig. Dus hij loopt nog een keer daar naartoe. En uiteindelijk moet hij die proppen ook weggooien. En dan heb je een prullenbak. Er staan twee prullenbakken in deze werkplaats. Links van de deur en ook rechts van de deur. Dus daar moet hij naartoe lopen. Nou, dan loopt hij nog een keer naar de chef. Ik zal nog even één keer terug doen. Hij loopt nog een keer naar de chef, want er is nog even iets niet duidelijk. En, sorry, hij loopt nog een keer naar de chef. En hij haalt hier rechts, haalt hij de stofzuiger op. Dus één stofzuiger voor 15 brug. Dan loopt hij naar de chef om zijn werkorder in te leveren. Chef, ik ben klaar. Hij rijdt de zwarte lijn weer naar buiten en loopt van buiten naar binnen. De grote lijn. Dus deze spaghetti warboel leidt ertoe dat hij 600 meter loopt bij deze beurt. 600 meter. En dat is nog even los van, je ziet hem hier komen, de gele rondjes rond zijn auto. Los van de rondjes die hij loopt rond zijn auto tijdens het uitvoeren van de beurt. Dus hij loopt dus 600 meter plus alle rondjes rond zijn auto. Bij het uitvoeren van de beurt. Nou, daar hebben we naar gekeken. Hoe efficiënt wordt nou die beurt uitgevoerd? En als je dan kijkt naar deze pie chart, dan zie je dat het blauwe aan de rechterkant zijn de werkzaamheden met toegevoegde waarde. Dat is echt dat hij aan het sleutelen is aan die auto. Dat is maar 64% van zijn totale tijd. 11% van zijn tijd, zeg maar 10% van zijn tijd, loopt hij rondjes. Zit hij te wachten op de brug die heen en weer gaat. Moet hij heen en weer lopen naar zijn gereedschapscar. En die 25% van zijn tijd is hij eigenlijk bezig om de werkplaats door te crossen. Op zoek naar gereedschap, op zoek naar de prullenbak, op zoek naar onderdeel, whatever. Dus natuurlijk, en dit komt niet één keer voor, hè? Dit komt echt veel vaker voor. Als we dan hier kritisch naar kijken, dan zeggen we, stel maar dat we kunnen zorgen dat hij minder gaat lopen, dat hij 600 meter, waar hij nu 4 minuten over doet, hè, dat is aan de lage kant, dat we dat door de helft kunnen doen, dat hij nog maar 2 minuten hoeft te lopen. En ook als we nou zorgen dat hij zijn beurt efficiënter kan uitvoeren. Dus dat hij die 10% die hij wel bij zijn auto staat, maar gewoon geen waarde voegt, dat we dat kunnen halveren met de helft. Ja, dat is logisch halveren met de helft, maar dat je dat kan halveren. Dus niet 6 minuten, maar 3 minuten. Dat betekent dat je 2 minuten wint bij dat lopen. En dat is echt niet zo gek, dat is echt goed haalbaar. En zijn beurt uitvoeren kan ook een stuk efficiënter. Het scheelt hem ook weer 3 minuten. Dus bij elkaar 5 minuten, dat is toeval. We hadden net ook 5 minuten met dat wachten. Maar dat is ook weer 23.000 euro extra omzet. Echt heel veel geld. Ja, dat kun je allemaal mooi zeggen op zo'n donderdag namiddag. Ja, hoe dan? Ja, jongens, ik heb lang ook bij Toyota, bij Laumann & Perquis gewerkt. En wij zeiden dan, ja, go to the Gemba. Ga kijken daar waar het gebeurt. Ga met je handen over elkaar in je werkplaats kijken wat er gebeurt. Ga naar de vloer, ga analyseren. Hoe gaat het hier? Waar lopen die mannen allemaal naartoe? En is dat logisch? Kan ik dingen niet verplaatsen? Hoe wordt die beurt bij jullie uitgevoerd? Hoe wordt er gelopen? Kan het efficiënter? En bespreek dan samen dus met elkaar hoe we de werkplaats anders kunnen inrichten. En het hoeven helemaal geen grote dingen te zijn. Het kan ook klein zijn. Maar bespreek ook wat we aan kunnen schaffen. Ja. Dus ik wil je echt vragen om serieus goed te kijken en te zien wat er in je werkplaats gebeurt. En door anders te organiseren, kunnen we met wachten
wellicht 23.000 euro meer omzet. We kunnen door slim te kijken naar herhalingsreparaties, kunnen we wellicht een kleine 10.000 euro minder kosten maken. En als we zorgen dat er efficiënter wordt gewerkt door minder te lopen en de beurt efficiënter uit te voeren, kunnen we wellicht 23.000 euro meer omzetten. 55.000 euro. Ja, en jongens, ik hoor jullie denken van ja. Nou, oké, stel nou dat ik er 50% naast zit. 50% naast zit. Dan is het niet 55, maar dan is het nog steeds 27, bijna 28.000 euro. Ja, vind ik ook de moeite om voor te gaan. En dan heb ik het eigenlijk alleen maar gehad over wachten, over het maken van fouten en het herstellen ervan. Dus eigenlijk het voorkomen daarvan. En het indammen van beperking, het indammen van beweging. Hoe kunnen we efficiënter werken? Dus ik heb er maar over 3 van de 8 verspillingen gehad. Dus ik heb het niet gehad over voorraad. Ik heb het niet gehad over overproductie. Komt weinig voor. Oké. Ik heb het niet gehad over overwerking. Transport. Kan ik een heel webinar van vol maken. En ik heb het ook niet gehad over het niet gebruiken van talent. Dus stel dat ik het helemaal het rechte eind heb. Nou, dan is het dik 50. Stel dat ik er 50% na zit, is het 27. Maar dan heb ik pas 3 van de 8 verspillingen gehad. Los daarvan zou je kunnen overwegen om je hele aftersalesproces te gaan digitaliseren. Het is toch 2020 vandaag de dag, nog maar 3 maanden, zit alweer 2021. Je zou kunnen overwegen om het gewoon met een iPad te doen. Of met een handheld, met een telefoon. Dat je dus geen papieren werkorder meer hebt. Want dan ga je echt efficiënt werken. Dan ga je veel minder lopen. Je hebt geen doktershandschrift meer. Je kan de monteur sturen in de volgorde van zijn werkzaamheden, waarin hij hem kan helpen om aan te kruisen wat wel stuk is en wat goed is. Voordat je werkt met zo'n iPad, kan je ook veel professionele presentatie hebben voor de klant. Het is veel duidelijker. Ik kan wel zeggen, je hebt 4 kale banden, maar een foto ziet er veel professioneler uit, veel geloofwaardiger uit. En door het feit dat je foto's gebruikt en doordat je dit kan delen met WhatsApp of per mail, et cetera, kan je ook veel meer opbrengen per klant. Bij die bedrijven die op deze manier werken, zien we dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Dus het voordeel van digitaal werken komt dan nog eens bovenop de voordelen die ik net al heb opgezond. Dus dan wordt die 23.000 die we dan eventueel door het wachten winnen, wordt misschien nog wel meer. Nou, het is bijna 6 uur. Dus ik moet naar het einde bereiden, naar het einde toe breien. Dus daar heb je weer, de wekkertheorie. Morgen gaat die wekker. Ja, wat moet ik dan met dit webinar gaan doen? Heel simpel. Je zou kunnen beginnen met het analyseren van de bewegingen. Wat gebeurt er in mijn werkplaats? Je gaat kijken, maar je gaat ook voornamelijk zien hoe er wordt gelopen. En je gaat kijken, je gaat zien of het anders kan of anders moet. Hetzelfde geldt voor de beurt. Hoe wordt je beurt uitgevoerd en kan dit anders? En doe dit samen met de mensen op de vloer. Dat zou je morgen kunnen doen. Gewoon beweging kijken. Gewoon kijken wat er gebeurt. Doen wij ook niks anders, niks meer. Gewoon kijken wat er gebeurt. Kijk naar de kwaliteit van de werkorders. Hoe is dat? Hoe is die kwaliteit? Is het duidelijk? Snap ik wat er staat? Zijn er uniforme afspraken? En is er überhaupt iemand binnen de aftersalesorganisatie die checkt of zijn werkorder voldoet aan die afspraken? Een andere, een derde, is dat je zo kan kijken naar die wachtmomenten. Die wachtmomenten, die sluipmoordenaar, als je het kijkt, een dag niet, een minuut gewacht is een minuut niet gesleuteld, een dag niet gelachen, niet geleefd. En er wordt heel veel gewacht. Wat kunnen we daar nog bespreken met elkaar? Moet de receptie eerder open? Moeten we anders kijken naar onderdelen? Moeten we gereedschap aanschaffen? Moeten we het ergens anders neerleggen? Moeten we de werkplaats anders indelen? Moeten we het bakkensysteem gaan doen? Of moeten we gaan digitaliseren? Ik wil jullie vragen om niet alleen te kijken naar je werkplaats, maar ook om daadwerkelijk te zien wat er gebeurt. En ik weet dat we daar binnen Automotive niet goed in zijn, want we zijn in de waan van, in de hectiek van elke dag, zijn we alleen maar aan de slag. En dat is prachtig en daarom vind ik de Automotive ook zo leuk. Maar zie ik daadwerkelijk wat er gebeurt? Doe ik die stap terug om er straks 2 voor uit te doen? Ik ga aan het einde.
Mochten jullie nog vragen of opmerkingen hebben, we houden het webinar nog eventjes open. Dan kunnen jullie de vragen stellen via de VNA. We komen er in het later stadium op terug. En ik wil ook vragen om dan even te melden wie je bent. Want het blijkt als er een vraag komt, dat niet altijd duidelijk is wie de vraag heeft gesteld. Het maakt het voor ons lastig om persoonlijk te reageren. Dus mocht er een vraag zijn, dan kun je die bij ons stellen. Je kan ons natuurlijk ook altijd eventjes bellen of naar onze website gaan of iets doen op LinkedIn. Of hier zie je de nummers, die hebben jullie inmiddels. Maar daag ons echt uit, want dit is iets wat jullie heel veel rendement kan opleveren of heel veel minder kost. Nou, daar wens ik jullie vooral heel veel succes mee. Het volgende webinar, ja, net als vorige keer, dat laten we even afhangen van de feedback die we krijgen. 4:15 bleek een goed tijdstip te zijn. Helaas niet voor iedereen, maar wel voor 80% van de deelnemers. Dus die hanteren we wel. En wanneer dat is, we laten het jullie zo snel mogelijk weten. Voor nu, heel veel dank. Ik hoop dat het waardevol was. En tot snel, tot de volgende keer.